gaat, is nog niet zichtbaar. Daarom ook is iemand die één met Christus is. Een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Thank you.
Oud en nieuw. 2020. Dat is bijna voorbij. Het mag natuurlijk niet, maar ik vermoed dat we straks de geschiedenis in gaan knallen. Het jaar wordt nieuw. Een nieuw jaar. Is dat op dezelfde manier zoals wij nieuw kunnen worden? Ik ben bang voor niet. Een jaar wordt nieuw door blanco te zijn. In de loop van het jaar schrijven we er van alles op en maken we van alles mee. En zelfs al zou je er van wat kunnen uitgummen, dat je denkt van, oh, dat neem ik niet mee, het nieuwe jaar in, dan nog zie je, als je goed kijkt, dat er toch van alles achterblijft. Maar een nieuw jaar, dat is echt een heel nieuw blanco vel. Wij worden niet nieuw zoals het jaar nieuw wordt. Wij nemen altijd wat mee. Wij zijn niet blanco. Opnieuw, dat is anders voor ons dan voor het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld, als je een computerspel doet en je haalt je level niet, en het lukt je niet om je opdracht te vervullen, dan kun je weer opnieuw beginnen. Dan neem je je ervaring mee. En daar leer je van. Dat schema van niet lukken, niet slagen, ervaring opdoen, anders doen, wel slagen of niet slagen en dan weer opnieuw. Dat schema, dat herkennen we ook in ons echte leven. Niet alleen in een computerspelletje. Dat je iets probeert en het lukt niet. En dat is frustrerend. Maar je leert er ook van. Als je opnieuw probeert, weet je in elk geval dat je die weg niet moet nemen. Je kunt in het nieuwe jaar verder met je ervaringen. Misschien zetten die schema's van de wereld je op het spoor van wanhoop en van machteloosheid. Want het lukt steeds maar niet. En de ervaring is dat het steeds maar niet lukt. Hou dan vol. Laat je niet overwinnen door de schema's van deze wereld. Hou vol. Er komt iets nieuws aan. Het heeft zin om vol te houden. Er is al iets nieuws begonnen. Soms dan kun je ook dat je nieuw begint doordat je zelf een nieuw inzicht hebt opgedaan. Dat je nog steeds zit in dezelfde schema's, maar dat je door een nieuw inzicht uit de groef kunt raken. Dat je je niet laat regeren door de schema's van deze wereld. Dat je merkt dat er iets nieuws mogelijk is. Of nog een voorbeeld. Af en toe maak ik na het avondeten de eettafel schoon. En dan de volgende ochtend na het ontbijt weer. En na de lunch weer. Steeds opnieuw. Nou, niet steeds ik natuurlijk, maar steeds opnieuw moet er schoongemaakt worden. Ontstaat er iets nieuws? Nee. Is het leuk? Nou, nee. Soms. Stopt het ooit? Ik denk het niet. Het gaat door. Elke dag opnieuw. Het zit in de schema's van deze wereld. En dat gaat er niet uit. Dus steeds opnieuw. Laat je daar niet door overwinnen. Laat je daar niet door uit het veld slaan. Hou vol. Want er is iets nieuws begonnen. Ik hoor best vaak dat mensen terug willen naar normaal. Terug naar dat het leven weer normaal wordt, tussen aanhalingstekens. Maar dat oude normaal, dat heeft ons toch juist in deze situatie gebracht. Als we teruggaan naar normaal, dan zitten we nog steeds in de schema's van deze wereld. En ook als we vooruitkijken, dat lazen we ook in het Bijbelstukje dat we met elkaar gelezen hebben, dan weten we wat komen gaat. Dat is nog niet zichtbaar. We weten niet veel. Maar we weten wel dat we ook in het nieuwe jaar te maken hebben met de schema's van deze wereld. In het nieuwe jaar beginnen we niet opnieuw. We nemen onze ervaringen mee. We zitten in de schema's van deze wereld. En dat zagen we ook al met het kerstfeest. Ook Jezus, die de Zoon van God zelf is, die iets nieuws aankondigt, die een nieuwe weg maakt, ook Hij werd geboren in de schema's van deze wereld. Hij heeft geleefd in de schema's van deze wereld. Hij is gestorven in de schema's van deze wereld. En toch heeft Hij die schema's doorbroken
en is er iets nieuws ontstaan. Met Pasen is duidelijk geworden dat de schema's van deze wereld niet het laatste woord hebben. En dat we met Jezus verbonden zelf ook een nieuwe schepping zijn. Net als Hij leven we midden in de schema's van deze wereld. En net als Hij zijn we tegelijk een nieuwe schepping. Dus hou vol, want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Hou vol, we zien het nog niet, maar we zijn al opnieuw begonnen. Met Jezus verbonden zijn we een nieuwe schepping. Leef in het vertrouwen daarop. Elke dag zijn deze schema's van de wereld er nog. Dus hou vol, leer, geniet, ervaar, groei. Dat heeft zin, elke dag opnieuw. Want de schema's van deze wereld hebben niet het laatste woord. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Ook al zien we het niet, daar mogen we op vertrouwen. Volle lok en God zij met aanwezig.